Goeiedag beste kijkers, u kijkt weer naar een nieuwe aflevering van Flora en Fauna. Ik ben Mariska Bemelmans en ik werk voor de Stichting Dierenbescherming Suriname. En vandaag, decembermaand is begonnen, dus vandaag wil ik het met u hebben over dieren en vuurwerk. Want naarmate de decembermaand voordat zien we ook dat er steeds meer vuurwerk wordt afgestoken. En wat doet dat nou met die dieren? En wat als u dieren thuis heeft? Nou, dieren kunnen heel erg goed horen, eigenlijk veel beter dan mensen. En dat betekent dat ze elk geluid 2, 3, 4, soms 5 keer, 6 keer zo hard waarnemen als wij. En dat betekent dus ook dat ze veel eerder schrikken van harde geluiden. Net zoals vuurwerk bijvoorbeeld. En dieren weten niet wat oud en nieuw is, ze snappen vuurwerk ook niet. En eigenlijk zie je vaak dat ze heftig kunnen reageren op al die knallen van die bombels en al die lichtflitsen van het vuurwerk. En ze kunnen heel erg in paniek raken. En elk jaar leidt dat toch tot vele verdwijningen, dat huisdieren verdwenen zijn met de feestdagen. Ook tot vele verwondingen, net zoals bij mensen. Dus we gaan kijken hoe dat komt. Een van de dingen waar je rekening mee moet houden is, dieren kunnen heel verschillend reageren op vuurwerk. En als je in het geval van honden kijkt, sommige zijn heel onverschillig, die blijven gewoon liggen. Lijkt alsof het ze niks doet. Kunnen ze trouwens toch nog stress hebben, ook al ziet het eruit van niet. Anderen die vallen het vuurwerk aan, die gaan erop af. En dat kan natuurlijk tot verwondingen leiden als zo'n stuk vuurwerk ontploft in de bek van een dier. Weer anderen die worden angstig en die kruipen weg, die gaan schuilen. En dan heb je nog de extreem angstige dieren en die gaan het op een lopen zetten als ze harde knallen horen of ineens hele scherpe lichtflitsen. En die springen overal overheen, doorheen en dat leidt vaak ook tot verwondingen. Verhalen van honden die door ruiten springen of die over een hoge schutting springen waar spijlen aan zitten, maar dat halen ze dan net niet. En ook, ze rennen en rennen. Overal om hen heen is vuurwerk, dus waar rennen ze naartoe? En uiteindelijk zijn ze heel de weg naar huis kwijt. En dan is zo'n huisdier verdwenen. Dus om te voorkomen dat het misgaat tijdens de feestdagen met uw huisdieren, is het eigenlijk belangrijk om wat voorzorgsmaatregelen te treffen. In het geval van honden, heeft u bijvoorbeeld een hond, heeft u die hond al jaren, dan weet u waarschijnlijk wel hoe hij of zij reageert op vuurwerk. En dan kunt u daar rekening mee houden in de aankomende bombeltijd. Heeft u een hond nog niet zo lang, dan is dat een beetje moeilijk. En dan ga je even moeten kijken van hoe gaat hij nou om met harde geluiden. Een voorbeeld is bijvoorbeeld als het dondert, als het onweert, en het dondert en het bliksemt. Dan kan je eigenlijk al zien hoe dat een dier daarmee omgaat. Gaat hij staan te blaffen in de richting van waar dat geluid vandaan komt? Of gaat hij inderdaad schuilen of gaat hij helemaal panikeren? Ook in de aanloop naar de vuurwerktijd toe, dan wordt er af en toe hier en daar alles geschoten in de wijk. Ook al mag het niet. Maar ook dan kun je eigenlijk je hond observeren om te kijken hoe die reageert. En daar kun je dan vervolgens mee aan de slag gaan. Kun je nagaan dat dieren eigenlijk al vaak heel erg bang zijn voor onweer. Terwijl dat eigenlijk relatief gezien met onze vuurwerk afschieten rond de jaarwisseling, dat het relatief gezien heel erg zacht is en heel erg rustig eraan toe gaat. Dus kun je nagaan met oud en nieuw wat dat voor dieren moet betekenen die veel beter horen dan wij. Als je ziet dat je hond bijvoorbeeld angstig wordt als bij onweer of bij de eerste vuurwerk die wordt afgeschoten, probeer dan niet voor rustig te blijven. Probeer gewoon eigenlijk als normaal te reageren en ga niet overdreven troosten. Want eigenlijk bevestig je daarmee dat vuurwerk heel eng is en dat dat dier troost nodig moet hebben. Dus het beste is om gewoon rustig normale gang van zaken te volgen, maar wel uw dier goed in de gaten te houden. Is uw hond eigenlijk niet gewend aan de ketting of merk je dat hij overdreven angstig reageert op vuurwerk, op donder en bliksem? Zet hem dan tijdens de vuurwerkperiode ook niet aan een ketting, want dat gaat helemaal mis. Als uw hond niet gewend is en om dan in die stressige tijd aan de ketting te zetten, hij gaat er zich helemaal in vastdraaien. Hij gaat zich misschien kunnen verhangen omdat hij toch ergens overheen wil springen. Hij gaat zichzelf kunnen verwonden.
Dus dat is geen goed plan om dan met hele nieuwe dingen te beginnen die uw hond niet gewoon is. Wilt u uw hond opsluiten zodat hij of zij veilig door die dagen heen komt, dan zet het in een afgesloten ruimte, maar niet bijvoorbeeld een schuur waar je allerlei gereedschappen hebt om te tuinieren of om te klussen in huis. Allerlei scherpe, uitstekende voorbeelden. Want ook dan, als die hond in paniek raakt, gaat hij zich aan die scherpe dingen, aan die materialen kunnen verwonden. Dus als je hem in een afgesloten ruimte zet, haal dan even die materialen eruit. Zodat het daadwerkelijk een veilige ruimte is voor die hond om te blijven. Pas ook op met ramen, want het is bekend dat honden ramen zien als een ontsnappingsmiddel. En in de vuurwerktijd, als ze in paniek raken, dan hebben ze niet door dat er een dichte ruit is. En dan springen ze gewoon er doorheen. Uw ruit is kapot, u heeft allerlei rommels en uw hond krijgt ernstige snijwonden van het glas. Dus pas op met die ramen en schuif het liefst er gordijnen voor of hang er een doek voor, zodat je dat niet ziet als ontsnappingsmogelijkheid. Het beste is om je hond in een veilige, vertrouwde omgeving te zetten. Heeft je hond een hok waar hij graag in slaapt, waar hij wel eens graag in ligt, dan kan dat misschien een uitstekende plek zijn om hem met oud en nieuw neer te zetten. Je moet wel zorgen dat het hok stevig is en zorgen dat het deurtje goed sluit, zodat hij toch niet eruit kan ontsnappen als hij in paniek raakt. Een andere optie is een leeg berghok waar geen materialen meer in staan. Of misschien zelfs een lege kamer in je huis. En voor één keer in het jaar mag uw hond misschien toch wel naar binnen vanwege veiligheidsredenen. En zorg dan ook dat die hond comfortabel is. Leg een oude doek neer of een oud laken, zodat die hond lekker daar kan gaan liggen. En als je merkt dat die hond echt wil schuilen, bijvoorbeeld onder een tafel of een stoel of zelfs misschien onder je bed, dan laat hem daar misschien gewoon liggen. Als hij daar zich prettig voelt, terwijl het buiten lijkt alsof het oorlog is, dan misschien moet hem daar gewoon even laten voor deze dagen. Verder kan het ook helpen om te zorgen dat de ruimte waar de hond zich verblijft, dat dat verlicht is. Dan heeft hij veel minder last van al die lichtflitsen van het siervuurwerk en van de bommels. En het kan ook helpen om een rustgevend geluid op te zetten. Dus geen harde feestmuziek met heel veel bas. Want dat is juist weer meer richting vuurwerk, dan ga je hem juist wel meer stresseren. Misschien ook iets om over te denken als hij feestjes geeft, dat die harde muziek met heel veel bas erin, dat eigenlijk heel stresserend is voor dieren. Maar gewoon een rustig muziekje, zodat hij eigenlijk een monotone achtergrond heeft naast al die bombels en al die verschillende knallen en flitsen buiten. Als je hond extreem angstig blijft, dan heb ik echt extreem angstig. Hij raakt in paniek, hij springt, hij rent rond, hij wil door dingen heen en wil dingen kapot maken. Dan is het eigenlijk verstandig om op tijd met de dierenarts contact op te nemen voor kalmerende middelen. Dat moet je niet zomaar doen. Als het niet nodig is, zou ik het zeker niet doen. Maar wel als je ziet dat die hond toch vreselijk veel stress heeft van al die knallen en die flitsen. En vaak moet je zo'n middel eerst even testen om te kijken welke dosering helpt eigenlijk voldoende bij zo'n dier. En daarom moet je bijtijds even contact maken met de dierenarts om dit te bespreken. Geef in ieder geval geen dingen uit je eigen medicijnvoorraad, want dat horen ook wel eens voorbij komen. Enerzijds, je weet niet welke dosering van toepassing is op je hand. Anderzijds, u weet eigenlijk de werking niet van dat middel op uw hond. En u kunt dus eigenlijk uw hond ernstige schade toebrengen als je zomaar kalmerende middelen die voor mensen bedoeld zijn, met een mensendosering, als je die op dieren gaat toepassen. Dus liever toch gewoon echt even met de dierenarts overleggen voor een juist middel met een juiste dosering, maar en ook de juiste werking. Nou, vuurwerk is natuurlijk niet alleen maar heel erg spannend voor honden, eigenlijk voor alle dieren. Als u bijvoorbeeld katten heeft, dan is ook eigenlijk het advies om ze met die vuurwerkdagen vooral binnen te houden. Misschien liefst geheel binnen, ook om te voorkomen dat ze daar vuurwerk gaan wat niet goed is afgeschoten en dat er ook ongelukken gebeuren. Maar als het niet helemaal lukt om de hele dag binnen te houden, dan in ieder geval tussen zonsondergang en zonsopgang. Zeg maar eigenlijk de tijd dat het meeste vuurwerk wordt afgeschoten.
Hiermee voorkom je dat je je kat kwijtraakt en dat hij ook veilig de jaarwisseling doorkomt. En de kat kun je eigenlijk net zoals een hond makkelijker opsluiten in een kamer met de ramen dicht, gordijnen dicht, deur goed op slot en een lekker plekje maken waar hij het vuurwerk kan trotseren als het ware. Voor andere huisdieren, dan hebben bijvoorbeeld ook voor mensen hebben vogels, mensen hebben konijnen, geldt eigenlijk hetzelfde. Als ze in een kooi zijn, probeer die kooi dan ergens binnen te zetten en af te schermen voor al het geweld wat buiten plaatsvindt. Dus nooit zo extra afschermen met een doek, of, zodat ze wat nog minder last hebben van vooral ook die flitsen. En heeft die dieren buiten, zoals kippen bijvoorbeeld in een ren, of vogels in een grote volière waar die niet naar binnen kan brengen, dan zeker scherm het af met een dekzeil, met doeken, zodat het voor die dieren eigenlijk een stuk prettiger is om de jaarwisseling door te komen. We hebben in het verleden een item gehad over vogels en daarin uitgelegd dat vogels eigenlijk na zonsondergang gaan slapen. En dat ze dus eigenlijk dan ook donkerte om zich heen nodig hebben. En voor die dieren is het dus inderdaad ook extra stresserend als het donker wordt en dan ineens continu licht flitsen en knallen. Zorg er ook voor dat als u die dierenverblijven buiten heeft, dat er geen vuurwerk in de richting van die verblijven wordt afgeschoten of daar terecht komt. En eigenlijk is het zelfs zo, de beste tip die we kunnen geven is als u dieren op uw erf heeft, dan in ieder geval niet op uw erf zelf afschieten, maar ervoor of erbuiten op straat. Ook het geval voor paarden. Veel mensen hebben paarden hier of daar ergens in de wei staan of op een stuk gras. Voor deze tijd haal ze naar binnen, zet ze op stal. Want ook paarden raken vreselijk in paniek van vuurwerk, net zoals met onweer. En ze gaan op een rennen zetten en ze gaan een ongeluk krijgen. En dan bent u paard kwijt en dan hebben we weer eigenlijk een dier met heel veel leed. Kortom, eigenlijk voor geen, mijn boodschap is voor geen van alle dieren, is vuurwerk, de jaarwisseling, een prettige aangelegenheid, zoals dat eigenlijk voor vele van ons mensen is. En het geeft ze heel veel stress en daar moeten we rekening mee houden. Dus als u dieren thuis heeft of verzorgt, dan moet u echt voorzorgsmaatregelen nemen, zodat uw dieren zo min mogelijk last hebben van dat vuurwerk, van die knallen, van die lichtflitsen. En zodat ze ook veilig die wandeltijd doorkomen. Want ze hebben eigenlijk ook een recht op een goed begin van het nieuwe jaar. Tot slot nog even een laatste tipje. En dat is dieren die gestrest zijn, die eten en die drinken vaak niet goed. Want ze hebben eigenlijk veel te veel zenuwen in hun lijf om rustig te kunnen eten of drinken. En zorg er daarom voor dat overdag, dat als er weinig vuurwerk wordt afgeschoten, dat uw dieren dan voldoende eten en drinken. Zodat als ze s'avonds dat eigenlijk niet of in mindere mate doen, dat ze dan toch over een hele dag genoeg voeding en genoeg vocht binnenkrijgen voor hun gezondheid. Nou, we hopen dat deze tips voor u van nut zijn voor de komende jaarwisseling. Nogmaals, heeft uw dieren thuis, begin alvast te kijken hoe u dat wil aanpakken, zodat ze veilig staan met het vuurwerk afschieten. Want uiteindelijk heeft u dan een prettige jaarwisseling en ze ook de dieren. En we wensen in ieder geval, het is nog een beetje vroeg, maar iedereen alvast een hele fijne, maar vooral ook veilige jaarwisseling toe. Voor u en voor uw dieren. Tot de volgende keer.